De voorbije maanden zijn al honderden mensen het slachtoffer geworden van whaling. Dat is een relatief nieuwe vorm van oplichting via WhatsApp. Slachtoffers krijgen een berichtje van iemand die ze kennen en die hen vraagt om geld over te schrijven. Een moeder en dochter vertellen hoe de oplichters bij hen te werk zijn gegaan. Van één bendelid zijn er beelden als hij het geld gaat afhalen. En u kan helpen om hem te identificeren. Hallo, ma. Driemaal raden wie zijn gsm in de wasmachine is beland. En dit is mijn nieuwe 04-nummer. Het oude kan nu verwijderen. Op 19 oktober kreeg ik een berichtje op mijn gsm van iemand. Ja, ik wist er nog niet van wie. Wie zei jij? Ja, je mag driemaal raden. En ik heb dan de middelste zoon, die is zo'n beetje vergeetachtig en zo. En ik stuurde terug, Ruud? Ja, ma, zei hij. Ma, wat ik al nooit hoorde van hem. Hoe maakt u het verder? Goed. Bij u ook nog alles goed? Niet echt goed. Zit met een dringend iets. Ja, ik zeg, Ruud, hoe kan ik u helpen? Ik moest er hier rekening betalen, zegt hem. Maar ik heb nu een leen-gsm en daar kan ik niet mee betalen, zegt hij. Ik kan u de rekening betalen dat ik het u terugstort als ik bij het kantoor ben geweest. Ja, ik zeg, dat is goed, maar hoe moet ik dat doen? Ja, met internetbankieren. Ik zeg, ja, maar ik doe niet aan internetbankieren. Ik zeg, anders zal ik eens aan Lies vragen. Lies, dat is mijn dochter dan, die doet dat dan wel. Ik kreeg een telefoontje van mijn mama. Vroeg ze dan aan mij of dat ik dat voor haar zou kunnen doen of hoe dat ze dat zou kunnen oplossen. Ik zeg, ja, ik zal wel even die betaling doen. Geef mij gewoon even alle gegevens door, bankrekeningnummer, het bedrag. Ik zeg, dan zal ik dat even doen, dan regelen we dat morgen onderling wel. Ik heb dan onmiddellijk via internetbankieren een instant payment gedaan, gelijk zij vroegen. Heb ik onmiddellijk alles betaald. Toen zei ze van ja, hij heeft nog een berichtje gestuurd om te vragen of dat je een bewijs van die overschrijving zou kunnen doorsturen via WhatsApp. Dus op dat moment wou ik het eigenlijk naar het nummer van mijn broer sturen. Mama zegt ja, maar het is niet even een ander nummer, want hij heeft een leen-gsm. Ik dacht, dat is wel heel vreemd. Maar goed, heb ik dan toch gewoon een foto van die overschrijving doorgestuurd naar dat nieuwe nummer. En toen zei je bedankt, maar zou ik nog mogen vragen voor nog een overschrijving te doen? Die eerste overschrijving was al 1900 en nog wat euro. En nu was het opnieuw een overschrijving van 2000 en nog wat. Ik zeg, mama, hier klopt ergens iets niet. Dus heb ik onmiddellijk naar dat nummer gebeld, wat mama had via WhatsApp. Daar nam niemand op aan de andere kant van de lijn. En toen dacht ik, ja, ik zeg, we zijn opgelicht. Lies belt meteen naar haar bank om de overschrijving tegen te houden, maar het is te laat. Die zei, ja, sorry, maar het is een instant payment, dus wij kunnen niks meer doen, het geld is weg. Dus instant payment wil dan zeggen van, ja, dat het geld onmiddellijk van de ene Belgische rekening naar de andere wordt overgeschreven, wat dat dus de bedoeling was voor die oplichter. Ze gaan dezelfde dag nog naar de politie in Hasselt. Daar hebben ze een contact opgenomen met parket en hebben ze geprobeerd van die KBC-rekening waar ik naar overgeschreven heb te bevriezen. Dat hebben ze wel gedaan, maar ja, het geld was blijkbaar al van de rekening, dus we zijn ons geld kwijt. Meteen na de overschrijving op 19 oktober wordt het gestolen geld afgehaald in Heverlee bij Leuven. De verdachte is een man met een opvallende trui. De politie probeert hem op te sporen. Misschien kan u helpen. Kijkers die deze persoon kunnen identificeren, mogen zich altijd melden bij de politie. Qua aangezicht is het zeer moeilijk nu met het mondmasker en de pet die hij op heeft, maar hij draagt toch wel zeer specifieke kledij, zijnde een donkergrijze hoodie met opvallende prints op de kap, de mouwen en de schouder, zwarte trainingsbroek met oranje streep, zwarte sportschoenen met een witte zool en een wit streepje op de hielen. Uit het onderzoek blijkt dat de man met de opvallende trui 2 uur later opnieuw opduikt in een bankkantoor in Sint-Joris-Winge, 13 kilometer verderop. Hier haalt hij meer dan 2000 euro van dezelfde rekening. Het geld is zo pas door een nieuw slachtoffer gestort, een vrouw van 58 uit Diepenbeek. Ook zij dacht dat haar zoon vroeg om een betaling te doen. De man is dezelfde dag nog eens gefilmd. Ja, en 2 uur later is hij opnieuw gefilmd aan een bankcontactautomaat in de gemeente Sint-Joris-Winge. Wat wel opvallend is, dat hij bij het tweede feit gedeeltelijk andere kledij draagt. Daarstraks was het een zwarte trainingsbroek met oranje streep, waarbij hier toch duidelijk zien dat hij nu drager is van een jeansbroek.
Wat is zijn precieze rol eigenlijk in die hele criminele organisatie? Binnen het gegeven van Weling zijn er eigenlijk drie zaken die belangrijk zijn. In eerste instantie is dat een gsm-nummer. Het gsm-nummer wordt vaak aangemaakt met een gestolen of vervalste identiteitskaart. In tweede instantie hebben we natuurlijk een rekeningnummer nodig waar de slachtoffers op gevraagd wordt om te storten. Daarvoor worden vaak jongeren gerecruiteerd. Wij noemen ze ook wel de money mules. De derde zaak die er nodig is in deze soort van oplichting is iemand die de gelden gaat afhalen. Dat noemen wij eigenlijk de cashers. Uit het onderzoek naar deze bende blijkt dat zowel het gsm-nummer als de bankrekening gebruikt werden in een tiental oplichtingszaken over heel Vlaanderen. Hoe kan u zo'n organisatie aanpakken of dit soort fraude? In dit dossier willen we eerst beginnen met de cashers proberen te identificeren. Vervolgens wordt er ook gewerkt op de houder van de rekeningnummer, de zogenaamde money mules, om zo eigenlijk richting de top van de organisatie te kunnen komen. Welke raad kan u geven aan mensen die dat soort berichten krijgen? De belangrijkste raad die ik kan geven is, als u zo een bericht krijgt via WhatsApp, van altijd een telefonisch contact te nemen en te verifiëren of dat wel degelijk uw familielid of uw vriend is. Dat er een controle is van oké, wie heb ik aan de andere kant van de lijn, wie hoor ik daar. We merken op dat dan de daders afhaken. Soms zeggen ze van ik kan niet opnemen, ik ben aan de douche of mijn microfoon werkt niet. Dan zou ik gewoon blijven bellen en nooit zomaar een overschrijving doen. Want uiteindelijk doe je een overschrijving hetzelfde als je geld in een enveloppe steekt en je stuurt ze op zonder een adres. Je weet niet naar wie je het stuurt. Ik zou heel graag hebben dat die daders gevat worden. Want het is vooral oudere mensen, gelijk mij, die daar in de val trappen. Omdat ze zoveel niet weten van gsm, hoe betalingen doen. En dat is een heel bedrag. Ik zou het toch wel graag terug kunnen recupereren. Al is het maar om cadeautjes te kopen voor de kinderen en de kleinkinderen. Ja. Misschien kan u helpen om de bende op te rollen. En herkent u de casher aan de hand van de kledij die hij droeg op maandag 19 oktober. Het gaat om een hoodie met een felle print op de mouwen, de schouders en de buitenkant van de kap. De binnenkant van de kap is beige. Vooraan, ter hoogte van het sleutelbeen, staan vier sterren. Verder droeg de man zwarte schoenen met een witte verticale streep achteraan. Bij de eerste geldafhaling droeg hij een trainingsbroek met een oranje streep op de zijkant. Twee uur later droeg hij een jeansbroek. Hij haalde geld af in Heverlee en in Sint-Joris Wingen. De man heeft een blanke huidskleur. Al uw tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 3300 of u kan ook mailen naar de politie.